durf de vraag te stellen. Ik ben Miet. Ik ben 78. Ik ben gepensioneerd. En ik zorg voor mijn man Wim. Wim heeft kanker die redelijk goed onder controle is. En Wim is ernstig ziek. Van die naart dat ik me in de gaten moet houden. Nou, een soort verantwoordelijkheid die ik in één keer ging voelen. Omdat ik in één keer dacht, ik heb een zieke man en die wil ik zo lang mogelijk bij me houden. Hoe kan ik daar een rol in spelen? Ik ben mantelzorger, punt. En dat is dan vooral als bijvoorbeeld mijn man is gevallen of flauw gevallen. Dan moet ik er zijn. Hij is nogal actief en wil graag fietsen, maar hij dondert met regelmaat van zijn fiets. En nou, dan is de mantelzorg 100%. Nou, ik heb een paar hele goede vriendinnen met wie ik mijn zorgen deel. Maar er waren ook wel een paar momenten waarop ik dan de buurvrouw inschakelde. Die ook de sleutel heeft van het huis. Dus als ik niet zo gerust was, dan zei ik van ga even kijken. En daarmee kon ik toch even de deur uit. Maar ik kan, als ik echt eens wil zeuren, en ik doe dat niet vaak, dan zal ik het eerder bij mijn zussen doen. Zorg dat je tijd voor jezelf hebt. Ik knok voor mijn eigen tijd. Durf te vragen. Dat is een van de belangrijke dingen die ik eigenlijk ook uitdraag in mijn sociale netwerk. Om mensen te stimuleren om vooral niet te doen alsof ze het allemaal alleen kunnen als je 80 bent. Hè?